Daar word je uitermate vrolijk van, Frans van Broekhuizen. We hebben hier naast ons zitten Diede Vonk. Leg even, je bent actrice? Ja, ik ben theatermaker en zangeres. Ja, maar ook je maakt ook podcasts. Klopt, ja. Eigenlijk toen ik zelf theater ging maken en zelf liedjes ging schrijven, toen dacht ik, ja, hoe breng ik deze dan naar het publiek toe? En hoe, ja, hoe breng ik mijn werk aan de man en hoe hou ik mezelf productief? Dus toen ben ik dat aan andere makers gaan vragen, aan theatermakers, muzikanten, designers, eigenlijk van alles. En wat is de vraag die je dan stelde? Hoe je jezelf in de picture kunt... Nou, vooral het leven en ondernemen in kunst en cultuur. Want ja, op veel kunstopleidingen leer je heel goed hoe je je vak moet doen, wat heel belangrijk is. Maar weinig over hoe je dan ook vervolgens jezelf verkoopt en je werk verkoopt. En daar wordt soms een beetje vies over gedaan. Maar dat hoort er ook bij. Ja, ja, omdat het natuurlijk, ben je commercieel, wil je niet commercieel zijn? Ik neem aan dat je dat met vies bedoelt, of niet? Ja, precies. Of ja, en het hoeft. Ja, commercieel kunst kan ook, als het commercieel is, is het niet mindere kunst. Of, nee, zeker niet. Ja. Dus, nee. Maar ja, het verdient het ook om gezien te worden. Dus ja, dat... En, maar je hebt die podcast bedacht omdat je dacht, ik wil praten met collega's over hoe je ondernemerschap kunt doen. Ja, ondernemerschap vooral. Ja, dus eigenlijk echt alle dingen die daarbij komen kijken. En wat zijn dan opzienbarende uitspraken? Waar heb je wat aan gehad? Kun je een paar dingen noemen? Nou ja, hele uiteenlopende dingen. Ik denk... het gaat heel erg van de praktische kant. Gewoon marketingtips die je krijgt. Maar... Noem eens een paar marketingtips. Een paar goede marketingtips. Ja, ik overval je er misschien mee. Nee. Ik zou het nu wel moeten weten na 60 afleveringen. Ja. Nee, goede marketingtips. Nou ja, vooral heel veel mensen hebben nog moeite met zichzelf laten zien. En gewoon veel delen en wachten tot iets perfect is voordat ze er dan mee naar buiten gaan. Maar ja, deel ook je proces en deel wat je aan het doen bent. Dat is denk ik alleen maar leuk. En zo leren mensen jou kennen als mens, maar ook als maker. Maar betekent dat, bijvoorbeeld ik heb toch geleerd, ik ben oud, hè, dat sociale media zo belangrijk is. Dan denk ik, wie zit erop te wachten? Wie zit er op te wachten? Ja, dan denk ik, waarom zou ik sociale media? Maar dat blijkt heel, dat wordt eigenlijk meer bekeken dan klanten. Ja, maar jij zo. Bent ook heel leuk bezig, toch? Met allemaal filmpjes op sociale media. Ik ben sowieso leuk bezig. Ja, maar dat is toch ook een manier om jezelf bezig te houden, natuurlijk. Ik heb twee kinderen van 17, 18, schamen zich dood dat ik dan weer met een pruik op Instagram sta. Maar daar moet je dan toch scheid aan hebben, heb ik ook scheid aan, maar ze ontvolgen me wel. Dat snap ik. Zou ik ook doen als het mijn vader het zou doen. Precies. To the point. Jij werkt in het Tapas Theater in Amsterdam. Ja, dat is een heel erg leuk, heel klein theater. Ben je er wel eens geweest? Nee, ik heb er wel over gehoord. Dat ik een collega van mij, een vriendje van mij, die heeft daar een goochelact gedaan. Oh, leuk. Tom Afman, dat moet heel leuk zijn geweest. Maar leg even uit, wat is het? Nou, je kan daar per avond 3 verschillende voorstellingen zien van 20 minuten. En dat kan van alles zijn, cabaret, dans. Dat weet je niet van tevoren als je daar komt? Je weet het wel van tevoren. Je kunt zeggen, oh, die vind ik leuk, daar ga ik heen. Je kunt kiezen om 2 te kijken, je kan er 3 zien. Je kan tussendoor een hapje eten, wat drinken. Ja, dat zijn leuke kleine hapjes. Dus ja, je zit niet een hele avond vast aan een voorstelling als je niet per se weet of je het leuk vindt of niet. Het is ook na 20 minuten weer voorbij. Ja. Maar dan blijf je dan de hele avond zitten. Ga je dan ook, moet je ook dan eruit? Je hebt boven zeg maar een soort gedeelte waarin dan, waar je dus kan eten en drinken. En beneden zijn 3 zaaltjes. En op 3 verschillende momenten op de avond beginnen ze te spelen. Dus als acteur speel je 3 keer per avond. En dan moet je naar het zaaltje toe. Ja. En dan ga je van je tafel af naar het zaaltje toe, ga je kijken en dan ga je weer terug. Precies, ja. En hoeveel mensen kunnen normaal liter in? Normaal liter, het zijn hele kleine zaaltjes. Dus normaal kunnen er zo 12 tot 14 mensen in. En nu? 6 tot 8. Jezus, dat lijkt me ook echt ontzettend eng. Het is heel heftig. Ja, want je zit echt super oog in oog met iedereen. Ja. Dus nou ja, als iemand het niet leuk vindt, zie je het ook. Maar ja, toch, mensen die zien dat ook. Je staat daar super kwetsbaar te zijn. Dus je krijgt vaak juist wel ook heel veel mee van het publiek. Maar 12, 13 man is ook natuurlijk weinig, ja, hè? Super weinig. Maar wel heel erg geconcentreerd. En wel, wat omschrijf het gevoel, je zegt dat je dan kwetsbaar bent, maar dat je ook... Vind je het soms eng of ben je soms bang of denk je dat het lukt niet? Nou, in het begin, ik heb daar eerder gespeeld. Toen had ik dat wel, maar ja, dat hoort wat er ook bij, denk ik. Wat deed je? Zong je? Ja, ik heb een muziektheatervoorstelling met eigen liedjes. Ik zal zo ook een eigen liedje zingen. Maar het is natuurlijk... Op het begin ben je daar denk ik meer mee bezig van... Oh, die kijkt de andere kant op, vindt hij het niet leuk of zo. Telefoon kijken of dit? Nou, dat doen ze gelukkig niet hoor, telefoon. Maar je hebt toch mensen in de grote theater, dan doen ze dit ja, even maar kijken. Omdat ze zelf ook wel doorhebben dat ze echt bekeken worden...
Ik heb het nog niet meegemaakt in ieder geval. Nou ja, wat ik zo erg vind in het theater, dat lichtje brandt op. Ja, vreselijk. Het is zo ongeïnteresseerd. Ja, maar in zo'n kleine ruimte kan dat dus echt niet. Dus nee. Het is ook voor het publiek eigenlijk best wel kwetsbaar. Want ja, zij worden ook met elke beweging die ze maken ook gezien door jou. Ja, dus, ja. Ja, dus dat kan je niet echt ontkennen in de voorstelling die je speelt. Je kan niet zo keihard door een, ja, nee, dat tegen moet je niet een vierde doen. Wand gaan spelen. Want dat... Daarbij kan je er natuurlijk ook iets over zeggen. Ja, zeker. Op het moment dat het gebeurt. Ja. En wanneer gaat het open? Wanneer gaan we beginnen? Ze zijn al open. Deze donderdag spelen de eerste mensen al. Ik speel zelf 18 tot 28 juni. En speel je dan drie keer op een avond? Ja, drie keer dus drie op keer avond. 30 minuten of 20 minuten. 20 minuten. Ja. Ja, dus eigenlijk een beetje zoals de parade, maar dan... ja, hele jaar door. Ja, ja. En namens hoeveel mensen ga je tekenen? Nou, ja, ik vond het lastig. Ik heb bedacht, ik heb nu 60 podcastafleveringen. Dus voor alle 60 makers die ik heb geïnterviewd. En voor het Tapas Theater heb ik een stuk of 20 mensen gerekend. Dus in totaal 80. Prachtig. Ja. Maar je gaat eerst zingen? Ja. Zie je het tegenop? Oh, ik vind het wel spannend, ja. Maar we zitten hier met 14, 15 man. Nou ja, precies wat ik straks ook... Tapas Theatertje, ja. Maar dan iets verder weg hier ja, van elkaar. Ja, en we vinden het wel heel erg leuk dat je gaat zingen. Fijn. Wat ga je zingen? Open Relatie. Mooi. En het is van jezelf zelf geschreven? Ja. Leuk. En doe je met een muziekband of ga je zelf met begeleiden? Met een muziekband. Oké. Okay. Ja. En als je jou wil zien, moet je 18 juni... Ja, 18 tot 28 juni. Donderdag tot en met zondag. In Amsterdam. Ja. Ontzettend bedankt dat je wilde komen. Eerst zingen, bedankt. Dan tekenen. Ja. En die podcast, hoe heet die eigenlijk? Oh, dat moet ik ook zeggen. Moet je wel zeggen, ja, hè? Ja, dat is ook een marketingding. Ja. Zeg wel wat je het. Maakt. Ja, de Makers Podcast. Het is ook voor mensen die net afgestudeerd zijn en ja, willen leren hoe dat dan allemaal werkt. Of voor mensen die al langer bezig zijn. Ja, bij de klaar zijn. Ja. De Makers Podcast van Diede Vonk. Yes. Je gaat zingen nu. Ja. Open Relatie. Ja. Diede Vonk. En succes. Dank je wel. Wij mensen, we zijn nou eenmaal kuddedieren. We willen niet ons hele leven alleen thuis zitten, maar juist onze liefde en ons geluk met zoveel mogelijk anderen delen. Nou, dat ben ik gaan doen. Tinder blijkt daar de perfecte plek voor te zijn. Ik had voor de crisis bij deze voorstelling elke keer een andere Tinder-date in de zaal zitten. Dat gaat nu even niet, dus mag ik het voor jou zingen vandaag, Paul? Want ik droeg het dan op aan diegene. Ja, oké. Okay. Yes, komt-ie. Ik kwam jou op Tinder tegen, een swipe en hup een match. Ik wou gelijk een afspraak, niet gaan hangen in geklets. Meer dates volgden er gauw, maar paniek kwam er tussen. Want hoe vertel ik jou dat ik ook anderen wil kussen? Oh, 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 ik hoef geen relatie, laat mij maar lekker los. Want ik hou van variatie. En wie wil dat nou niet? Geen gedoe en geen frustratie. Oh, bestaat zo'n relatie? Jij was gelijk oké, je houdt zelf ook van de jacht. Alleen de mensen om ons heen hadden dit niet echt verwacht. Maar ik hoef niet te weten waar je bent geweest. Met wie je wat hebt gedaan op een of ander feest. Want nu ben je bij mij en zo voelt het toch goed. Alles mag en niks moet. Oh, 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 misschien een open relatie. Oh, dat klinkt zo stom, maar geeft wel die. Geen regels en geen eisen, geef mij maar wat sensatie. Oh, een open relatie. Een ring? Voor mij? Oh, oh Paul, dit is de mooiste dag van mijn leven. Oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nou, ja, ik wil. Oh nee, wacht. Niet vrij open. Want ga je mij verbieden om mezelf te kunnen zijn en vrij te vliegen als een vlinder? Hou je mij alleen maar klein? Soms wel onzeker, maar wie is dat niet? In gewone relaties is vaak zoveel verdriet. Die ging vreemd, die bleef achter. Zo gaat
toch ieder lied. Laat die ander los, vertrouw op wat je ziet. Maar hoe weet je dan dat hij echt om je geeft en dat hij je niet gebruikt? Als hij daar zin in heeft, hoe weet je dan dat hij echt om je geeft en dat hij je niet gebruikt? Oh, een open relatie verdien ik niet meer dan zo'n halve relatie. Wat is toch het probleem met mijn eigen generatie? Ik heb geen flauw idee. Fantastisch. Kom lekker tekenen. Ga tekenen namens 60 man, volgens mij, hè? 80. Oh, 80. Ja, dat ben ik alweer vergeten door de hele Tinder-gedoe. 80 man. Als je er wil zien, nogmaals, 18 juni in het Tapas Theater. 3 keer per avond met lekkere tapas. En dan die de Vonk die zingt. Eigen nummers. En zet dan die podcast. De Makerspodcast. De Makerspodcast van die de Vonk met marketingtips. Yes. Heel erg bedankt. Dat was kort maar krachtig. 80 man. Dankjewel, Diede. Succes met alles. En ga er naartoe.